Vorig jaar dronken wij Nederlanders boven de 15 jaar gemiddeld 20 flessen wijn per persoon en 104 liter bier. En dan ook nog 8,5 liter gedestilleerd. 280 glaasjes sterke drank. Dat alcoholgebruik leverde in één jaar tijd in het verkeer 280 doden en 5500 gewonden op. Daaronder heel veel cafébezoekers, maar ook gasten van particuliere feestjes. Leo en ik organiseren graag feestjes bij ons thuis met wat hapjes en drankjes. Maar we zorgen er wel voor dat onze gasten veilig thuiskomen. Hoe dan ook. Bij ons eindigt gastvrijheid niet bij de voordeur. Ja, merci. Ook in hotel, restaurant en cafébedrijven dienen wij ervoor te zorgen dat de gast veilig thuiskomt, ook voor anderen. Wij zijn er helemaal voor in dat gezellig uit ook veilig uit is.